Goedendag en welkom bij deze nieuwe tiendaagse Weersverwachting van Weerplaza. Ja, het nieuws gaat natuurlijk nu voornamelijk om storm Connell die overtrekt op woensdag. En we gaan veel van dit soort beelden zien denk ik. Harde wind en misschien ook wel omgewaaide bomen, zeker in het noorden van het land gaat dat het geval zijn. Maar daarna krijgen we juist met veel rustiger weer te maken waarschijnlijk. En moeten we misschien wel weer eventjes de autoruiten gaan krabben. Toch ook wel wat mooie, hè, van dit seizoen, van die herfst naar de winter. Dan krijg je allerlei soorten weertypen langs. En meteorologisch gezien ook heel erg interessant. Waarschijnlijk komen we dus ook wel met wat extra video's. Nou, wil je die nou niet missen? Abonneer dan op ons kanaal, is gewoon helemaal gratis. En dat waarderen wij echt heel erg. Nou goed, dan gaan we eerst toch nog even naar die storm kijken. Want die is dus wel heel erg interessant te noemen. Dit was het satellietbeeld van vanochtend en vanmiddag. En daarna zien we in eerste instantie nog niet heel veel gebeuren. Maar uiteindelijk zien we hier wel zo'n krul ontstaan. En daar gaat zich dus die, dat stormveld ontwikkelen. Aan de zuidwestelijke zijde daarvan. Op de plek waar dat lage drukgebied de jetstream eigenlijk ontmoet. En op die plek zal de jetstream als een soort stofzuiger fungeren. En zuigt hij eigenlijk die lucht uit dat lage drukgebied. Waardoor die heel snel kan uitdiepen en daardoor ook zo'n stevig windveld kan gaan vormen. Nou, die zien we ook heel goed terug hier in het Harmonie-weermodel. In eerste instantie lijkt er weinig aan de hand. Maar dan ineens zien we dat daar een stormveld zich ontwikkelt ten westen van Nederland. En in de avond trekt dat dan uiteindelijk met name over de noordelijke provincies. Maar ook het midden krijgt te maken met zware windstoten van meer dan 75 km per uur. Maar het zwaartepunt ligt toch wel echt op het noordwesten van Nederland. Deze waardes hebben wij dan op dit moment ook uitstaan. Zo'n 100 tot 130 km per uur aan windstoten in het noordwesten van het land. Dat gaat daar echt wel voor schade zorgen. Zeker omdat we te maken hebben gehad met een erg natte periode. Dus de bomen die kunnen toch wel wat gemakkelijker omvallen. Maar ook elders zware windstoten van 80 tot 110 km per uur. Alleen in het zuiden lijkt het allemaal wat minder heftig te gaan uitpakken. Nou, dat is het weer wat we voor deze woensdag hebben gezien. Maar daarna gaat er dus echt wel wat veranderen. En dat zien we goed terug ook bij de Jetstream. Ik had het er natuurlijk net ook al even over. Dit gedeelte van de Jetstream dat zorgt dus voor die snelle uitdieping van het lage drukgebied. Maar dat trekt uiteindelijk weg richting Duitsland. En daarna gaat die Jetstream met name noordelijk van ons langs. En dat betekent dat wij met rustig weer te maken hebben, hoge druk invloeden. En dat betekent in dit getijden ook kans op vorst in de nachten. Vanaf de nieuwe week, vanaf maandag 1 december, dan zien we toch wel. of 2 december moet ik zeggen, dan zien we dat die jetstream toch wel weer richting onze omgeving begint te bewegen en wordt ook heel erg sterk. Ik verwacht zeker op de Atlantische Oceaan meerdere stormgebieden dat die zich wel gaan vormen daar, maar of deze systemen ook uiteindelijk onze omgeving bereiken, dat is nu nog lastig te zeggen. Maar lage drukgebieden die gaan onze omgeving zeker wel weer bereiken. Dat betekent dat we ook weer vaak te maken gaan krijgen met wisselvallig weer en misschien ook wel weer veel regen. Dan nog even het Amerikaans weermodel. Dat lage drukgebied van woensdag zien we hier goed terug. Dat trekt weg daarna een uitloper van hoge druk. En dat zorgt dus voor heel erg rustig weer de komende vier dagen. Vanaf maandag komen lage drukgebieden dus weer dichterbij. En dan gaan er ook weer storingen overtrekken met regelmatig wat regen. De wind kan af en toe ook echt wel weer flink gaan aantrekken. Op dit moment staat er geen storm in de weerkaarten. Maar stormachtig weer, dat zou zomaar eens kunnen. Ergens komende week. En ook 5 december, pakjesavond natuurlijk, ziet er erg wisselvallig uit. Dus een hele rustige periode, een lange rustige periode, dat staat in ieder geval niet op de planning, los van de komende paar dagen. Nou, komende nacht, als die storm uiteindelijk is weggetrokken, dan begint dat hoge drukgebied langzaamaan al wat invloed uit te oefenen. Temperaturen komen uiteindelijk uit zo tussen 5 en 8 graden, met daarbij een matige wind uit westelijke richtingen. Morgen dus best wel een prima dag. Er is een mix van wolken en zon. En de temperatuur ligt zo rond 9 of 10 graden. In eerste instantie staat er nog wel een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Maar in de loop van de dag zwakt die wind al echt wel wat af. En dan hebben we al met al een prima donderdag. Op de meeste plaatsen droog, maar een enkele buis sluit ik niet uit. Nou, de vrijdag verloopt wel overal gewoon droog met flink wat ruimte voor de zon. De wind is gedraaid naar het zuidoosten. Is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur loopt op naar zo'n 6 tot 8 graden. En daarmee is het echt wel een hele mooie najaarsdag te noemen. Nou, dan pak ik nog even de pluim erbij voor de dagen daarna. Ook zaterdag en zondag hebben we nog te maken met dat droge weer. En in de nachten dus die toenemende kans op vorst. Maar daarna komen lage drukgebieden weer dichterbij. Wordt die dagelijkse gang ook kleiner, doordat we dus vaker met bewolking te maken hebben. En dat betekent dus ook dat de neerslagkansen dan weer toenemen. In eerste instantie donderdag tot en met zondag hele lage neerslagkansen. Vanaf maandag komen lage drukgebieden weer dichterbij. En dan neemt dus de kans op wisselvalligheid ook weer toe. En misschien dat de wind dan ook wel weer een hoofdrol gaat spelen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.